We gaan weer verder met de onderdelen voor het buigijzer. Vandaag moeten we deze maken. En deze. Dat gaan we snel doen. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je dit soort filmpjes nou leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. Belletje aan klikken. Word je op de hoogte gehouden. En we gaan eerst deze eens maken. Ja, die hebben we de vorige keer gemaakt. Dat is dit. Nu moeten we dit maken. Dan ga ik wel iets anders doen. Maar dat is omdat ik het hier op die opspantafel wil doen. Dus maar we beginnen. Dit moeten we hebben sowieso. Daar moet hij in passen. Dus dan pakken we een stuk ijzer. En die zullen we eens inspannen. Ik ga eerst even dit stukje fatsoeneren, want daar heb ik ook nog een gedeelte van nodig. Zo, en dan gaan we weer draaien. Komt die gaat hier weer een hoop spaanders maken. Nou, begon het staal weer tegen te sputteren. Allemaal weer van die lange krullen. Ik word er helemaal ziek van, hè. Maar ik had een paar andere wisselplaatjes gekocht, hardmetalen. Speciaal voor staal. Ik denk, dan gaan we die eens proberen. Ik zeg, want ik had alle toeren het allemaal geprobeerd en het ging niet. En dit is het nieuwe wisselplaatje. En moet eens kijken hoe mooi dat niet verspaant. Allemaal kleine spaanders. Helemaal geen probleem voor hem. Nou, even een centergaatje erin boren, want ik moet hem verder uitspannen. En dan moet je het materiaal ondersteunen. Het blijft een mini draaibankje, hè. Het is niet zo stabiel als een hele grote. Dan moet je kijken, allemaal kleine spaandertjes. Maakt niet uit welk toerental. Oppervlakte ruwheid van het materiaal. Stukken beter. Echt stukken beter. Waar ze vandaan komen, ik weet het niet. Maar ze draaien een stuk beter. Dan krijg je er weer veel meer lol in als allemaal die lange, lange spaanders. Maar het is dus, ja, ik moet die twee doppen draaien voor het buigijzer. En een leuk klusje gewoon. Het houtje van de straat. Aan de ene kant moeten ze 20 mm worden dat ze in mijn opspantafel passen dus. De andere kant moeten ze hetzelfde zijn als bij die ik heb die in de bankschroef moet. Alleen ik heb niet zo'n grote bankschroef als bij ons op het werk en je hebt echt veel kracht nodig als je 22 mm buis wilt buigen. Dus de buis die wij ermee buigen, 22 mm, die is 2 mm dik. Daar heb je best wel wat kracht voor nodig, dus het moet allemaal wel sterk zijn wat je maakt. En hier ga ik de kantjes breken, dat er scherpe kanten aan zitten. En aan het eind van de dop dat je wat makkelijker in die tafel past, hè, dat je een zoekrandje hebt, krijg je hem wat makkelijker erin geduwd. En zo zijn we maar aan het hobbyen. Nou, dit was geen succes. Had ik hem ingespannen op het dunne stukje van 20 mm. Nou, dat werkte niet. Dus dan krijg je trillingen in de machine die je niet wilt. Dan snijd je ook niet meer. Dus ik heb daar weer... Ja, hier heb ik dan een centergat geboord weer. En ik dacht, dan span ik hem mooi op. Dat gaat. Maar zo dadelijk moet ik nog een stukje van de voorkant afdraaien. En dan heb ik hem maar verder ingespand. Dan moet je proberen te voorkomen, als je aan een werkstuk aan het draaien bent, om nog een keer extra in te spannen. Als dat niet hoeft, hoeft dat niet. En dan doe je dat niet. Want dan krijg je, ja, kun je afwijkingen krijgen. Hier maakt het zoveel niet uit, hè. Dit is allemaal, allemaal niet zo heel spannend. Kijk, hier kun je het zien, zit hij er dieper in. En er moest nog wel een stukje vanaf. Dus toen heb ik dat toch maar gedaan. Het is tegen de regels in. Werkstukje verzetten. Maar ik dacht, voor korte draaien maken er niet zo heel veel uit. En zo blijven we maar bezig. Gaatjes boren. Dan moet die pen in, dat je kan draaien en voor te buigen. Zal je straks allemaal duidelijk worden hoe dat het in elkaar zit. Die was heet. Altijd weer mijn vingers verbranden, hè.
Nou, in één keer op maat kon ik hem boren. Ik had een boord die groot zat was, dus hoef ik het gat niet uit te draaien. Kunnen we hem er eens zo inboren. Dat is een stuk makkelijker. Uitdraaien is ook niet erg, hè? Maar ja, gaan we meer tijd in zitten. Hè? En het is niet dat ik een productiebedrijf heb. Hè? Het is maar voor de hobby en de flauwekul dat ik aan het draaien ben, omdat ik het leuk vind. Nou, zo langzaam gaat dat dus. Nou, diepte wel belangrijk, dat je de diepte goed aanhoudt. Hè? Kijk, hij past. Hartstikke mooi, afbramen. Afbramesje kun je ook op meer een bijteltje doen, maar dit is gewoon makkelijker. Dus de andere dopje draaien. Dat komt niet boven dat plaatje uit. Dat is alleen ter ondersteuning deze dop. Nee, je ziet het allemaal kleine spaandertjes. Een wereld van verschil, de andere plaatje. Die hardmetalen plaatje, ja, het werkt super. Kijk, hier kun je eens zien hoe klein dat de spaanders zijn die eraf komen. Handvegen erbij, het veegt makkelijker op als al die lange krullen. Die blijven in de bezem hangen, jongen, ellende. Dit werkt super. Nou, pak er 2 mm af. Iedere keer bij iedere gang die ik er langs ga. Het is niet de draaibank die beweegt, maar de camera tegenaan gestoten. En hier pak je er 2 mm af, nou wel net zo makkelijk. Het moet een behoorlijk eindje dunner worden, hè. Gaat allemaal vanzelf. Ja, weer schuine kantjes eraan maken. En dan zijn ze klaar, de 2 doppen. En dan gaan we in die plaat gaten boren, dat die doppen er doorheen kunnen. Doen we hem in kernboor. Ja, waarom een kernboor? Kernboren, ja, die boort gewoon super, hè? Mooi rond gat. Dat past. Dit is een boor van 32. Nou, daar had ik die doppen ook naartoe gedraaid. Tenminste, een stuk waardoor de plaat heen moest. En dat past dan ook. Dat klopt dan ook precies. Hoef je niks meer aan te doen. Nou, werkt wel zo plezierig. En met een gewoon boor kun je toch nog een afwijkingje krijgen. Dat maakt in principe ook niet veel uit. Nou, hier was ik wel aan het proberen. Heb ik die beugel, dat is een rechthoekig stuk ijzer, erin gedaan. En daar moest een rond handvat aankomen. Een rond, ja, voor dat buigijzer rond te krijgen. Ik zeg, dan boor ik een mooi mijn kernboor een gat in. Dan een kleinere kernboor, daar blijft er nog iets staan. En dan heb ik het eerste stuk heb ik met de centerboor geboord. Zo diep als ik kon komen in het materiaal. En het allerlaatste stukje, daar heb ik met een gewone boor eruit geboord. En dan paste die stang er mooi in. Had ik wat meer vlees met lassen. Zul je straks zien het eindresultaat hoe dat dan geworden is. Ik denk dat is wel sterker als gewoon een rond stuk staal er tegenaan zetten en dan rondom aflassen. Zo heb je gewoon wat meer centimeters om te lassen. En daar wordt hij sterker van. Het is wel in de vierklauw, dus met inspannen is er wel meer werk. Nou, een stuk vierkant erin. Dat wordt het handvat. Dat had ik aan de ene kant al rondgedraaid. De andere kant moet ik nu dus draaien dat het in het materiaal past wat ik net had. Want ik dacht dat ik een mooie ronde buis had liggen, maar dat was helaas. Dus dan gaan we weer improviseren, hè. Het mag niks kosten, het moet allemaal spul zijn wat ik heb liggen. Nou, het is maar een stukje waar rondgedraaid moet worden. Dat kan gewoon, hè, een vierkant ronddraaien. Moet je niet als een gek draaien, hè. Op volle toeren, deze stuk. Ik weet niet meer hoeveel millimeter dat was. Maar er zit tegen de 1000 toeren aan normaal en daar moet je hem nou niet op zetten. Kijk, past er mooi in. Zo kwam het eruit te zien. Het geheel. Nu opschonen. En dan kan ik het in elkaar lassen. Nou, de opschonen heb ik jullie bespaard. Al dat slijpen. We gaan hem meteen lassen. Even hechten. En blijft leuk. Wederom met TIG. Waarom met TIG?
Ja, heb ik al vaker gezegd, omdat ik het leuk vind. Dat is gewoon een feit, ik doe graag tichtlessen. Ik vind het heel mooi. Ik zeg niet dat ik er heel goed in ben, maar ik doe het wel heel graag. En het is ook gewoon ja, leuk om te doen. Geconcentreerd werkje, met twee handen werken en zo. Nou, hier zit hij vast. Kijk, zo heb ik wel meer centimeters, dat is alleen maar een randje daarboven om te lassen. Dan heb ik hem weer opgeschoond, even met staalborstel eroverheen dat hij schoon is. En dat is het eindresultaat. Nu de andere plaat. Dan moet ik die twee stoppen inlassen. Nou, dat moet precies passen op die tafel. En die moet ik eraf kunnen pakken en weer erop kunnen zetten. Dus dat was een secuur werkje. Dat je dat goed doet en dat het allemaal recht in elkaar zit en zo. Maar dat is allemaal gelukt, gelukkig. Rustig blijven. Af en toe een keer passen. Passen en meten. Ja, nou was die ene dop was heel erg warm, dus ging hij weer stroeven. En dan is het aflassen. Ook weer een rustig werkje. Het mooie met tichtlassen aanzetten zie je niet, hè. Want ik las hier ja, een kwart stukje en dan verleg ik het materiaal weer. En dan ja, in vier keer las ik hem rond, zeg maar. Maar daar zie je bijna niks van. En dat is met elektroden en met mig of maglassen is dat gewoon moeilijker om die aanzetten te verbergen. Maar dan probeer ik het ook ineens te doen. Ja, hier kun je het zien. In deze foto zitten twee startse stops. Nou ja, die zie je gewoon niet. Zo was hij nog, toen hij net glas was, was hij heet. Er zit behoorlijk wat warmte in. Bovenkant van die ene dop, die heb ik gewoon zonder toevoeging even rondgesmolten dat hij vast zat. Opgeschoond is hij nu. Eindresultaat. Ziet er gewoon super uit. Hij is klaar, hij zit in elkaar. De ultieme test. Een massief stuk staal van 16 mm. Maldering gedaan van 16 mm. Doe hem er zo in en dan zullen we eens kijken of we hem kunnen buigen. Meer is het niet. De hendel is lang zat. Hoe ver zijn we? Nog niet ver zat. De stoel in de weg. Het is maar op het oog, hè. Dit is een massief stuk en hij is door de haak heen, zie ik wel. Heb ik dat? Maar hij geeft geen krimp. Nog een keertje van dichtbij. Hatsflats. Net zo makkelijk. Weer door de haak heen. Nu pakken we die eraf. Deze moeten we verzetten, want we willen een buisje van 22 mm gaan doen. Moet even losdraaien. Zo, hij valt er vanzelf in. Dan gaan we weer eens. Dat is 22 mm. 1, 2. Dit is het grootste wat je erin kunt buigen. Gaat ook het zwaarste.
Geen platte bocht of niks. Gaat gewoon. Helemaal blij mee. Doen we het nog eens een keertje. Ah. Aan met je tik. En hij doet het gewoon. Ja. Gelukt. Het werkt wat ik bedacht had met die twee pennen. Eén pen heb ik iets langer gehouden. Deze pen is iets langer. Dan kun je hem er makkelijker in positioneren. Als ze even lang zijn, dan is dat wel lastiger zoeken. Ben er blij mee. Ik zal hem nog vaak gebruiken, denk ik. Deze ook. Ja. En dan zijn we ook weer aan het einde van het filmpje gekomen. Het buigijzer. Zul je nog wel eens terugzien? Vragen erover. Ik hoor ze graag natuurlijk. Probeer ze ook al te beantwoorden. Het zal niet altijd dezelfde dag zijn, maar... wel dezelfde week, dat probeer ik wel altijd. In ieder geval, nog een keertje bedankt. En ik ga afsluiten, zoals ik altijd doe. Als jullie niet vergeten, duimpje omhoog te doen. En dat is zoals we hier in Brabant zeggen. Houdoe.